Of je nou naar Kaapverdi, Kazachstan of Katwijk gaat, de kans is groot dat je deze zomer je smartphone op zak hebt. Maar waar je ook bent, meestal heb je toch internet nodig om heel veel zaken te gebruiken. In deze video geef ik je 5 apps die je ook offline nog goed kunt gebruiken. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar voor mij is Google Maps de allerbelangrijkste app als ik voor het eerst op een nieuwe plek ben. Met Maps kan ik heel makkelijk restaurants, bezienswaardigheden en andere belangrijke plekken vinden. Daarom is het wel zo handig als je hem ook zonder internetverbinding kunt gebruiken. Om je kaart ook zonder internet te kunnen gebruiken, ga je in het zijmenu van Google Maps naar offline kaarten. Daar druk je op selecteren nieuwe kaart. Vervolgens kun je zelf een gebied selecteren dat zo groot is als jij maar wil. De maximale grootte is ongeveer zo groot als Nederland, dat is meer dan genoeg om offline beschikbaar te hebben. Het bestand is zo'n 2 of 3 gigabyte groot in het allergrootste formaat. Als het slechts een klein dorpje is, is het hooguit een paar MB. Dat is genoeg om echt wel zonder internet overal je weg te vinden. Muziek luisteren zonder mobiele data, dat kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld met Spotify. Daarvoor heb je wel een Spotify Premium abonnement nodig, dat kost 10 euro per maand. Abonnement afgesloten, ga dan naar de afspeellijst die je wilt downloaden en druk op de downloaden knop. Vervolgens wordt de lijst voor jou offline beschikbaar gemaakt. Let op, je mag maximaal 10.000 nummers downloaden en ze zijn slechts 30 dagen offline beschikbaar. Daarna moet je opnieuw verbinding maken met internet. Op vakantie verslind ik boeken. Als het een beetje mee zit, kan ik in 1 week wel 3 of 4 boeken lezen. Het is natuurlijk niet te doen om een hele koffer vol met boeken te proppen en daarom ben ik heel blij met e-books. Met Kindle, een e-book app van Amazon, kun je op je smartphone, tablet of e-reader gewoon de boeken offline lezen. Voor je een boek downloadt met de Amazon app, moet je natuurlijk wel eerst kopen. Daarvoor ga je naar de winkel app. Heb je het boek eenmaal besteld, dan ga je terug naar de startpagina en selecteer je het boek dat je wilt downloaden. Een paar seconden later staat het op je toestel. Is het boek eenmaal gedownload, dan kun je het lezen, aantekening maken en notities delen met iedereen. Ook Google Drive is zo'n app die offline ontzettend handig kan zijn. In deze app sla je natuurlijk al je belangrijke documenten op. Wil je vlak voor een belangrijke presentatie nog even de spreadsheet doorlopen of ga je op reis en wil je de reisdocumenten online opslaan, dan heb je natuurlijk wel internet nodig. Gelukkig laat ook Google Drive alles offline beschikbaar maken. Om een bestand te downloaden, open je Google Drive. Vervolgens ga je naar de 3 puntjes, druk je op offline beschikbaar maken en na een paar seconden staat het bestand op jouw toestel. Let op als je bijvoorbeeld een document hebt dat ook door anderen bewerkt wordt, want zodra je een bestand gedownload hebt, wordt de laatste wijziging natuurlijk niet meer meegenomen. Dan staat alleen de laatste versie op jouw toestel. Dat je films en series kan downloaden in Netflix wist je waarschijnlijk al. Daarvoor ga je naar de serie die je wilt downloaden en druk je op de downloadknop. Maar ken je Smart Downloads al? Dat is een optie waarmee Netflix automatisch de volgende aflevering downloadt van series die je aan het kijken bent. Daarvoor druk je onderin op Downloads en kijk hier of Smart Downloads aanstaat. Is dat het geval, dan wordt de volgende aflevering automatisch binnengehaald terwijl je aan het kijken bent. Heb jij nog toffe offline apps die je met ons wilt delen? Laat ze dan hieronder achter in de reacties. Misschien neem ik ze wel mee in een toekomstige video. Geef ook even een like en abonneer je, dan mis je geen toekomstige toffe tipvideo's van EnerPlanet. Bedankt voor het kijken. Doei!